De arts moet in verband met hogere werkdruk in de zorg en een streven naar flexibelere zorg steeds meer taken gaan afstaan aan physician assistants en andere zorgverleners. Maar is dat fijn voor de patiënt en hoe denkt de arts daarover? Nicole Haarman, specialist oudergeneeskunde in Winterswijk, heeft met deze situatie te maken. Met als nadeel dat de arts minder in de praktijk aan het werk gaat. Uiteindelijk zal er met meer flexibiliteit betere zorg moeten worden geleverd. Deze situatie is vooral in de ouderenzorg veel voorkomend, want de specialist ouderengeneeskundigen zijn schaars. Ja, Nicole, de Raad van Volksgezondheid adviseert dat zorgverleners met genoeg ervaring meer bevoegdheden moeten krijgen. Nu bent u arts en voert samen met verpleegkundigen medische handelingen uit. Wat zou u van vinden als thuiszorgers ook meer bevoegdheden krijgen? Aan de ene kant is dat spannend, want dan moeten taken van dokters overgenomen worden door verpleegkundigen. Maar aan de andere kant is het een goede ontwikkeling, zodat in de thuisomgeving de bekende medewerkers ook andere handelingen kunnen uitvoeren. Zodat een cliënt of een patiënt niet te veel verschillende hulpverleners heeft en de dokter wordt op die manier ook ontlast van al zijn taken. Ja, want neemt dat de druk dan af voor u als arts? Ja, zeker. We werken nu ook al samen. Ik werk in het verpleeghuis. Daar werken we ook samen met verpleegkundige specialisten en met physician assistants. En die nemen meerdere taken over van mij wat verlichting geeft. Aan de ene kant moet ik ook de regie voeren daarover en supervisie voeren. Maar ze nemen ook heel veel taken van me over en dat geeft gewoon een enorme verlichting. In de Pelkwijk aan de andere kant van Winterswijk woont Hans van der Zalm. Hij heeft 2 protheses waar hij thuiszorg voor krijgt en waarvoor hij 2 keer in de week naar het verpleeghuis moet. Ook hij ervaart wisselingen van zorgverleners en moet wennen aan zijn protheses, die hij nog maar een jaar heeft. Ja, je hoort dat je gehandicapt bent, dan word je wel creatief. De vraag is nu of Hans liever een arts heeft die hem behandelt dan een assistent of zorgverlener die steeds wisselt van cliënt. Mijn ervaring is het liefst door een arts. Waarom? Omdat de arts daar hij direct contact mee heeft. En met een assistent dat is het weer een tussenstation. Die beoordeelt ook wel wat, maar die gaat weer overleggen, in feite, dan met de arts. Dus die interactie dus met elkaar, ja, die hij niet. En, maar begrijpt u soms dat artsen dat soms over moeten laten aan assistenten omdat ze zelf weer andere taken moeten doen? Of denkt u, nou ja, die assistenten kunnen dan misschien ook die taken wel doen en laat die arts het maar doen? Ik snap dat. Ja, ook die artsen die worden dus steeds drukker en drukker en dat wordt dan vaak overgelaten aan de assistent.